Goedemiddag, we zijn hier live vanuit Utrecht. Het is 29 september 2021. Het is iets over vijf, kwart over vijf. En het ging te regenen, dus ik denk ik ga maar live. Dan kunnen jullie daar even mee van genieten. Hoe dat allemaal... Het is een stuk rustiger als gisteren. We hebben een paraplu. Maar het gaat wel heel hard hoor. Maar we zijn hier dus voor de Waku Waku. Dus niet zoveel. Het is niet zo heel druk. Iedereen staat hier op eigen initiatief. En ja, het gaat nu even goed tekeer. Iedereen zoekt een beetje dekking. En het is niet bevorderlijk voor de mensen die willen komen natuurlijk. Want dan neem je paraplu in ieder geval mee. Even kijken. Maar is de NOS of andere media zijn spullen aan het opruimen? Want ja. Ik hoop dat hij. Het is maar een kort buitje, geloof ik hoor. Maar zo erg goed ziet het er ook weer niet uit. Goedemiddag mensen. Hey Wijnand. Wijnand Schiefers. Lekker weertje. Ja, de zomer is echt voorbij nu. Dat is wel duidelijk. Het is wel heel typerend ook voor de mensen die dus niet graag een QR-code willen tonen. Die kunnen dus dan ook nergens naar binnen. Ja, het is de week van de QR-code, van de QR-app. Van de groen-rode QR-app. En dit is de week van Waku Waku. Ja, volgens de krant, de burgemeester wil ons op het Jaarbeursplein hebben. Ja, maar ja. Hebben we daar te zoeken. Dit is geen demonstratie trouwens. Het is gewoon een bijeenkomst. En wij staan de horecaondernemer bij. Er is dus wat risico ook. Dus het kan best zijn dat de politie ons komt ontruimen. Want ja, de burgemeester heeft ertoe opgedragen om naar het Jaarbeursplein te gaan. Ik doe natuurlijk gewoon verslag. Ik zag in de krant ook dat er geklaagd was. Ja, dat de horeca anderen niet open konden. Nou, die waren gisteren gewoon helemaal open. Dus dat heb ik niet gezien. En dat de bussen er niet door konden. Ja, die moesten misschien een minuutje wachten. Enkele keer. Maar daar heb je het dan wel mee gehad. Wij staan hier voor een grote zaak. En wij willen iedereen gewoon de ruimte geven. Want kijk, de fietsers kunnen er ook gewoon door. Gisteren ging dat wat moeilijker. Vandaag zal het allemaal niet zo moeilijk gaan. Hey! Ik ben anoniem. Anoniem. Max anoniem, ja ja. Jongen, je bent op het goede moment gekomen. Je bent niet naar Eindhoven? Ik ga zo naar Eindhoven. Oh, zo prat. Ja, ja. Oh ja, half acht of zo was het, hè? Half acht, ja. Ga je mee? Nee, ik... We worden hier weggestuurd, man. Drie groepen. Dat zou best. Ben je net aangekomen? Kom ja, net. Ik ben net live. Ah, geweldig.
gaat het? Ja, het is zwaar, hè? De QR-week, dat mensen met een app elkaar gaan uitsluiten. Ja. Een mobiele telefoon is tegenwoordig het wapen om mensen buiten te zetten. Ja. Wat ooit een mooi contactmiddel was, is nu een middel om excommunicatie, voor excommunicatie. Ja. En waar eindigt het, hè? Ja, waar eindigt het, ja. Misschien wel met een nekbandje of zo, weet je wel? Met een bom erin. Symbolisch gezien hebben we dat al. Ja. De meesten lopen er al zo bij. Ja. En als je je niet gedraagt, dat je zo'n elektrische schok krijgt of zo, weet je wel? Nou, dat is nog erger, denk ik. Ja. Je wordt in China gewoon uit het systeem gezet. Je mag niet meer reizen, je mag niet meer werken. Je wordt eigenlijk gewoon in quarantaine geplaatst in je huis. Ja. Ja. En dan ga je ook nog failliet. Dus uiteindelijk ga je misschien helemaal gek worden. Of afgevoerd worden naar een quarantainekamp. De strafkampen in China, daar zitten miljoenen mensen in. Hè? Dus vergis je niet. Hè? Miljoenen, daar werken ze ook gewoon. En daar strijden we. Arbeid. Daar zijn we nog steeds niet tegen aan het vechten tegen daar China. Daar maken ze onze kleren die wij hier dragen. Ik koop ze niet, want ik koop nooit nieuwe kleren. Ik krijg soms iets van mensen. Maar al die kleding wordt ook in China gemaakt in strafkampen en andere materialen. Ja. Dus zo gaat het daar. Als je niet meeloopt hoe zij willen, ga je naar het strafkamp uiteindelijk. Maar Trump was de enige die er eigenlijk een beetje tegen inging in de wereldpolitiek tegen China. Of zijn er wel meerdere landen die tegen China... Nee, dat valt heel vies tegen. Ja. Alles is toch met elkaar verweven door de economie. Dealtjes worden gemaakt. Heel schokkend. Ja. Maar dat zie je toch ook met corona. Nu in geen enkel land gaat er echt keihard tegen. Ze hebben allemaal dealtjes met China, ja. Ja. Money, hè. Money, money, money. The root of all evil. Ja, de wortel van alle kwaad. Ondertussen wel, ja. Terwijl het ooit uitgebracht is voor de vrijheid. Maar het is nu tegen de vrijheid. Het geldsysteem is tegen vrijheid tegenwoordig. Ja, je mag niet eens zelfvoorzienend zijn. Alles wordt tegengewerkt dat jij gewoon kan genieten van je leven. Je moet altijd afhankelijk zijn van geld, want dan hebben ze macht over jou. Ja. Maar ja, vroeger was het zo dat je dan op in een, wij hadden dan een opvangnet. Dat als je geen geld meer had, dat je dan die sociale diensten altijd wel weer ergens aan de bak kon. Omdat je dan op een gegeven moment je leven weer kan opbouwen. Ja. Dat is, maar dat is tegenwoordig ook allemaal... Ja, mensen gaan gauw veranderen hoor. En zeker als ze het QR-systeem gaan toepassen, dan... Ja. Stapje voor stapje worden mensen... Lekker gemaakt om elkaar uit te sluiten hier. Ja. We hebben het weer niet mee. Maar wat denk jij wat er gaat gebeuren hier? Jij gaat naar Eindhoven? Oh, je hebt het niet gehoord. Drie groepen worden nu opgesplitst. Drie groepen? Ja. En we worden weggeleid hier vandaan, want de politie verbiedt ons hier te staan. Ja, maar waar hebben die drie groepen gezien dan? Nou, die zijn er al. Hier is een groep, daar is een groep en nog een groep erachter. En die worden zo meteen door de veteranen weggeleid. Ik sta er niet helemaal achter, maar ik heb ook natuurlijk geen inbreng. Oké, we worden weggeleid? Om 8 uur komt er een live en dan kunnen we misschien weer opnieuw hier proberen te verzamelen. Maar de politie verbiedt ons om hier te staan, of de gemeente Utrecht. Ja. Helaas. En ik heb jij al groepen gezien? Hier? Ja, die worden nu al geregisseerd op dit moment. Door de veteranen. Oké. Okay. Nou ja, als we gewoon gespreid blijven staan, dan is het geen zo'n probleem als niemand er last van heeft. We zijn al, via RTV Utrecht is al een bericht naar buiten gekomen dat we niet hier mogen demonstreren volgens de gemeente. Nee, maar we moeten op het Jaarbeursplein demonstreren. Het is ook geen demonstratie eigenlijk. Nee, daarom. Het is gewoon een bijeenkomst en wij staan gewoon achter de... Ik ben alleen gekomen toen ik zag dat het illegaal was om hier te zijn. Daarom ben ik gekomen. Want ik kom niet voor koetjes en kalfjes. Ik ga zo naar Eindhoven, daar zal ook een hele emotionele bijeenkomst zijn. Dus ja, we gaan zien wat er gebeurt. Ja, ik hou dit gewoon in de gaten. Ik heb Eindhoven is best wel een eentje weg. Ja. Dan moet je ook wel weer op tijd terug, denk ik. Het valt mee. Moet je wel weer om 11 uur in de trein zitten? Dat wel, ja. Ja, hoe lang is de reis dan? Met het, 1 uur 20 minuten, maar ik ben nu al in Utrecht, dus nog een 50 minuten extra. En dan ben je exact op locatie? Nou, dan denk ik dat ik een OV-fiets neem. Dan ben ik er wel zo, ja. Woenselwest. Ja. Okay. Oh, we staan mooi op.
Ja, ja. Dus ja. Ze hebben een hoop geld opgehaald, hè? 200.000 euro zag ik staan. Ja. Ja, deze man werkt voor de Partij voor de Dieren, hè? Wist je dat? Ja, hoor ik, ja. Ja. En hij zegt ook dat alles plantaardig moet worden de komende jaren. Dus wat dat betreft heeft hij wel ook een hele aparte parasol natuurlijk. Met de SDG-goals heeft precies dezelfde kleuren. Van de World Economic Forum. Dus er zijn wel wat geruchten al dat het niet helemaal zuiver is wat hier gebeurt. Maar ik ben alleen maar gekomen omdat het, om ook die mensen hier buiten te steunen. Ja, die mij heel dicht aan het hart gaan. Die echt hun nek uitsteken voor Nederland. Die hun best doen voor de ondernemers. En er is al beloofd dat alle ondernemers gesteund gaan worden. Dus onthoud die woorden en wees ook kritisch. Waar gaat het geld straks naartoe? Wat hij allemaal binnenhaalt. Is dat allemaal in zijn eigen zak? Of gaat het weer door naar vriendjes? Of gaat het ook naar de ondernemers die hoge dwangsommeringen krijgen, die schulden opbouwen door dit hele beleid? Ja. Hoe komt het trouwens dat jij bent nog steeds met de Duitse anonoos? Nou, deze heb ik in Nederland gekregen, dus die komt niet uit Duitsland. Het is heel bizar, maar ik loop er overal mee en het wekt veel aandacht. Paspoort is natuurlijk ook een beetje vanuit de oorlog misschien. Nee, Zuid-Afrika gaat het over. Oh, Zuid-Afrika. 1956, over de apartheid. Oh, ja. With passes, we are slaves. Oh, ja. Nou, dat zie je toch nu ook. Ja. Je hebt geen eigen mening meer. Je mag alleen maar volgzamen. Er wordt steeds meer gezegd dat het klimaat ook bij die QR-code straks gaat horen. Nou, ik heb het idee dat Nederland een van de leiders is in de cyberontwikkeling van de mens eigenlijk. Wij staan bijna met de Bilderberggroep bijna wel aan kant om iedereen in hokjes te plaatsen en alles via elektrische systemen ons allemaal uit elkaar te gaan drijven. Het lijkt wel alsof wij misschien wel China hebben gecreëerd zoals China nu is. Nou, wat ik heel schokkend vind, en dat heb ik net gehoord, dat wist ik al, maar in vele landen heeft de regering nu een oorlog uitgeroepen tegen de ongevaccineerden. Ook in Engeland en Duitsland, dus dat is toch heel dichtbij. Dat zorgt voor een hele gespannen situatie, die niet alleen daar, maar ook hier. Want hier is het indirect ook al gebeurd, dat wij de schuld krijgen. Ik zou toch even dichterbij komen. We worden allemaal bedankt voor het aanwezig zijn door de eigenaar. Oké. €3. Oké. Ja, inflatie, hè? Dat weet je. Corona, inflatie. Ja, inflatie, hè? Hij betaalt alleen in bitcoins. Geen bier maken. Kan jij niet wel bier maken? Ik niet, nee. Ik niet. Is dat zo bijzonder? Nee, ik wil niet dat het 2 weken gaat duren. Hoort erbij. Het was wel mooi toen we hier stonden, ging het regenen. In plaats van dat ze zeiden mensen weg, hebben ze dit voor ons geopend. Hij was eerst dicht. Ze tonen wel goed. Ik moet even uitkijken voor mijn stream. Je maakte weinig indruk met die camera.
Ja, maar dat is de bedoeling. Ik hoef geen indruk te maken. Dat, daar gaat het over. Net zoals je minder geld heeft. Hè? Huh? Ja, dat is van, net zoals je minder geld heeft. Ben jij van Radio Bruno? Nee, man. Bruno? Nee. Ik ga even een soepje halen. Wil jij wat? Wil jij een soepje? Nee, dankjewel. Wat is dat eigenlijk? Ja. Van linzen of aparte, is dat het enige wat ze hebben qua soep? Ja? Ja. Ja. Wel lekker? Waar ben je van? Ik ben van PNN. PNN? Ja. Hij is van de goede kant. Oh, okay. Dus, grappig. Nou, leuk, Pieter. Ja. We helpen je, als je aangevallen wordt, dan helpen je. Wie? Als je aangevallen wordt, dan helpen je. Ja, tuurlijk, maar ik word niet zo gauw aangevallen hoor. Van de regen en de druk. Nee. Een beetje gekheid maken moet kunnen. Ja. Moet niet alles, moet niet elke zin serieus zijn. Nee, nee. Nou ja. Je hebt ook een hele perskaart. Weet je hoe dat zit? Ja, daar ben ik wel mee bezig, maar dan moet je met inkomsten zit je mee. Hè? Dan moet je toch inkomsten hebben. Zo moet je dat bewijzen. Wil je echt een Nederlandse NVJ? Wil je politiekaart, perskaart? Dan moet je dus inkomsten kunnen tonen van je werk wat je doet. En dan zijn ze wel bereid om je perskaart te geven. Ja. Nou, kan je niet gewoon even een factuur aan mij sturen dan? Dan het dat moet andersom, hè? Dus dat ik facturen of dat ik betaald krijg nou, van. Ja, we maken het gewoon even tijdelijk een paar facturen. Ja, maar ja, dat werkt niet echt zo, denk ik. Ik denk dat ze wel even checken hoe dat precies zit. En dan weten wij toch van elkaar. Heb jij een media? Nee, ik heb een stichting en die stichting is voor franchisenemers. Dus dan heb je dat voor mij... Ja, dat zou kunnen, maar dat zou ik wat kunnen. Dan ja. Maak je van een paar mensen, maak je dan. En dan help je elkaar. Hè? Dan heb jij je facturen en betalen we en betalen later. Crediteren. Ja. Kijk maar. Dat zou moeten kunnen, ja. Als mensen belazen willen worden, dan Nou, zit het in. Franchisekamer. Als zij liever mogen ook liggen. Franchisekamer. Hoe is de soep eigenlijk? Ja, ik vind het wel een beetje daar verdacht uit. Hij ziet er al raar uit. Ja. Maar hij kan champignon zitten. Heel lekker jongen, linzen met allerlei troep erdoorheen. Ik ga liever wat betrouwbaarders halen. Ja, volgens mij kijk ik daar niet tegen. Nou, het kan zijn dat je daar straks moet rennen. Ik ben het ook wel eens tegengekomen toen ik een straatje aan het ophogen was in de regen. Dat smaakt bijna waarschijnlijk beter. Het is toch... Bij een restaurant gaan aankloppen, je moet even mijn toilet gebruik maken. Hey, wat voor, heb je gewoon een normale camera? Gelijk met... Gewoon een S9 is dit. Samsung. Ja, je kent beter een... Ik zag Albert met een hele nieuwe iPhone of zo. Of een S20. Maar ja, die nieuwere types hebben wel weer betere camera op. Hoe doe je dat met je energie dan? Is dat dit ding? Ja. Oké, okay, maar hoe lang kan je daarmee dan... Ja, kijk, ik heb een kabeltje voor. Alle 70 klassen zijn ongeveer gelijk. Ja, dat is dan wel een uurtje extra. Een uurtje, ja, dat valt wel mee. Ja, misschien iets meer. Ja, dat klopt bijna altijd, omdat... Toevallig moet ik even zo'n ding halen. Dus. Maar ja, hoeveel... Nou kijk, dit is gewoon een losse USB en dan heb ik een stabilizer. Dit is voor opslachtige data. Het zijn gewoon losse producten en dit is gewoon een mobiele telefoon. Ja, maar jij hebt hier niet een accu in het pakket. Hier is een accu in, nee. Dit is de accu. Dat is alleen accu. En dit is gewoon een powerbank, zeg maar. Maar jij hebt ook genoeg opnamecapaciteit in de telefoon. Ja, oh, nou dat je nou iets zegt, heb ik daar wel een probleem mee. Ja, je hebt best wel een hoop problemen. Je vraagt je ook waarom ze niet gelijk waterstofcel in die telefoon noemen. Waarschijnlijk omdat je dan ook mee kan gooien. Ja, zoiets. Maar je heeft gewoon één keer een druppel water in en dan heb je de rest van je leven energie. Ja, daar gaat het wel naartoe een keer. Eens even kijken, ja, hoe gaan we dat doen met die... Dat zag je toch al lang bij Star Trek aan het... Nu hebben we veel meer nodig, omdat allemaal automaakjes en chips. Ja, TSMC.
Iedereen die mee wil, kan nu mee. Kijk, we gaan nu een groep weg. Ze zijn de groep een beetje aan het opsplitsen. Zodat het niet te druk wordt hier. Ik weet niet wat het plan er helemaal achter is. Marsen, we gaan door de start marsen. Ze gaan ook echt allemaal weg ook. Iedereen, ga jij ook weg? Ik moet nog even sorry zeggen van gisteren. Ja, maakt niet uit hoor. Jawel. Ik dacht dat iemand anders was. Oké. Okay. De hele groep verdwijnt. Ja, je moet kiezen. Je kan nog twee kanten op. Je kan ook, je kan ook nog twee kanten op. Ja. Nou, het is een beetje, ik denk dat ze een beetje willen escaleren, de-escaleren. Ja, de-escalatie of zo. De groep was te klein om zeg maar, hier te blijven staan en een statement te maken. Oh. Ja. Dat werd gezegd door Frank Ruusink in ieder geval. Oké, maar waar gaan ze dan naartoe? Ja, ze gaan lopen en dan komen ze later weer terug als ze... Want anders worden we waarschijnlijk ingesloten. Als de groep groter wordt. Ja, kinderachtig, hè? Dat ja, maar het is in principe heeft de gemeente gezegd dat we op het Jaarbeursplein moeten... Die burgemeester moet ze aanpakken. Omdat er te veel overlast zou zijn. Overlast. He, zie jij overlast? gisteren moesten er een paar bussen een beetje wachten. Ja, ja maar de fietspad is vrij, de bussen zijn vrij. Vandaag niet, dus, maar ik snap het idee dan ook niet helemaal. Nee. Toch? Maar we hebben dus wel een kans, omdat er natuurlijk gezegd is dat het niet meer mag hier al. We mogen hier niet, maar het was geen demonstratie. Ik mag hier toch staan? Ik ben niet wij komen allemaal, nee, wij komen uit eigen initiatief. Dan komen hier de... Hoor ik ondernemen ik heb net de soep gegeten hier. Ja, hoe was die? Die zag er niet echt lekker uit. Wat? Die zag er niet echt lekker uit. Maar hij smaakt wel lekker. Max heeft zijn tas even opgepakt. En, ik ga toch die groep achterna. Ja, het is een beetje de vraag, het is net of het nou een beetje afgelopen is, hè? Ja, de bedoeling is wel dat ze terugkomen. Ja. Als er wat meer mensen zijn en zo. Vroeger of gisteren, bedoel ik, was het hier echt heel druk. Ja, ik was gisteren ook. Er was er wel bijna 300 man hier op de stoep. Ja, of misschien wel meer. Waarschijnlijk door het weer is het nu minder druk natuurlijk. Ja. Ja, ik sta niet te demonstreren. Kijk, ik snap wel als je een demonstratie verbiedt. Dat is al raar, maar ik sta niet te demonstreren. Ik sta hier soep te eten en te schuilen voor de regen onder een parasol. Precies. Hoe is dat demonstreren dan? Nee, maar ik zag het gisteren ook niet als een demonstratie. Nee. Nee. Het is meer als steunbetuiging. Ja, exact. Steunbetuiging, dat is het eigenlijk. Ik bedoel, de mensen die zich toch inzetten... Ja, voor mensen die geen QR willen gebruiken, ja, die worden toch lastig gevallen door de overheid. Dus, ja. Een zakje verboden chips. Maar het is behoorlijk weer gaan regenen. We staan hier onder een mooie parasol, dus we hebben hier geen last van. Niet zoveel hoor. Maar er zijn al mensen weggestuurd of zo? Nee. Ze zijn, ik weet niet, een beetje deescalerend bezig geweest. Ja, de groep was te klein. Ik ken het hele verhaal niet echt. We zouden op gaan splitsen in drie groepen omdat de groep te klein is. En omdat we misschien anders ontruimd worden. Dus zijn ze een beetje ontruimd. Nou ja, daar is de burgemeester wil dat we eigenlijk naar het Jaarbeursplein gaan. Dus, nee, dat doen ze dan weer niet. Nee. Ja, ik ben geen demonstrant. Nee, jij bent ook van de pest. Hè. Of misschien hobbyfotograaf. Van de pest?
Nou ja, ik weet niet, wanneer ben je van de pers? Ja, je bent al gauw van de pers hoor. Ik heb een afdeling pers. Ja, inderdaad. Fotografen zijn in principe ook een professionele fotograaf. Maar ik heb geen perskaartje. Dat dan weer niet, nee. Maar dat hoeft ook eigenlijk niet, hè? Het is hetzelfde met die QR-kaart pas, weet je wel. Veteranen waren weggestuurd, dat had ik gehoord. Waren die veteranen waren weggestuurd, zoiets. Nee, die hebben juist die groep een beetje uit elkaar meegenomen. Oh, dat is het viruswaarheid of viruswaanzin? Nee, er zitten een paar mensen die ook wel bij viruswaan zijn. Die hebben hier Peace for Freedom of zo, zoiets. Nee, ook niet. Nee, die mensen zijn wel allemaal aanwezig hier gisteren geweest. Maar wij ondersteunen alleen maar de horecaondernemer die geen QR-code wil checken. En een aantal mensen van de groep die hebben de eigenaar ook geholpen om die zaak open te houden. Maar dat is gewoon allemaal op individuele initiatief. Dus het is allemaal vrijwilligerswerk wat we doen. En het is ook niet opgeroepen voor een demonstratie. Mensen zijn hier alleen maar om deze zaak te steunen. Ja. En om wat te kopen, wat te eten denk ik. Maar het valt nog een beetje tegen. Ze hebben alleen een beetje een enge soepje. Het schijnt wel een heel lekker soepje te zijn. Heb ik gesprek met hun? Zie je Waku homemade soep voor sale? Ja. Kan je gewoon zonder QR-code kan je dat halen? Binnen, hij is dan open. Ja. Wat? Ja. Maar je mag niet helemaal naar binnen, dat is wel weer een probleem. Open. Ja, even kijken, wie zijn de trollen? Waar zijn de ga eens even meekijken, want het is weer een feest. Het is lekker druk in de chat. Ja, nee, ik durf die soep niet aan. Ik vind hem er niet zo lekker uitzien, moet ik eerlijk zeggen. Oog wil ook wat, hè? Ja, dit is een vegetarische zaak. En ja, ik ben niet zo vegetarisch aangelegen eigenlijk. Geef mij maar een lekkere steak. Ik wil wel altijd vegetarisch proberen. Dat lijkt me wel. Maar ja, meestal het vegetarische ziet er ook niet zo goed uit. Dat is het nadeel. Hoeveel mensen staan er? Nou, er zijn net twee groepen weggelopen. Er staan nu maar een man of 20. En er zijn twee groepen weggelopen en die zijn een rondje gaan lopen. Wat er precies, volgens mij voor de-escalatie. Zodat de politie eigenlijk geen reden heeft om te ontruimen. Want ik weet niet wat de driehoek, dat noemen ze tegenwoordig de driehoek. Helaas pindakaas, maar dat is een satanische voorspelling ook. Driehoek, dat is wel heel erg. Maar goed, dat is nou het leven tegenwoordig vandaag de dag. Dus, maar de burgemeester heeft het een soort verboden om hier te gaan staan. Dus ik weet niet precies, ik moet eigenlijk nog iemand zoeken die er meer van weet, maar die zie ik dus ook niet. Richard is er niet, Richard Rusink. Dus, ja, kijk, het is nu echt een, gewoon normaal, er is niks aan de hand.
Ik ben van PNN, van YouTube. YouTube, oh. Is dat een alternatieve media is dat. Oké, wel. Nou, jullie zijn wel aan de goede kant. Dat hoop ik wel, ja. Je bent niet van de NPO die... Kijk, nou ja, ik vond BNN vond ik altijd wel leuk vroeger, hoor. Ja, oké. Okay. BNN? Ja, dat is... ik heb er eigenlijk BNN van gemaakt, ja. Okay. BNN bestaat natuurlijk eigenlijk niet meer. Dat is overgenomen... BNN-Vara is dat geworden. Ja, dat is gewoon links... Ja, maar er is weinig van overgebleven van de... Ja, van het gedachtegoed van Bart eigenlijk. Ja... Ja, ik heb, maar dat is met alle omroepen zo, hè. Die, alle omroepen die een vergunning krijgen om mee te doen met het omroepbestel, ja, die gaan mee met het... Ja, je wordt allemaal gemanipuleerd, ja, achter, ja, het scherm. Als je het niet doet, ik vraag me af of die... Of je dan betaalsrechten krijgt. Ja, ON, omroep, nee, hoort u ook van Arnold Karskens. Ik vraag me af of die überhaupt nog zendtijd krijgen. Hij is natuurlijk heel controversieel. Ja, dat is hetzelfde om... wat ik op YouTube krijg, ook niet alle inkomsten, nee. Maar mij zeggen ze ook, ja, je content is niet, nee. Ja, de mensen willen daar geen reclame bij zetten. Nee, maar Arnold Karskens die ambieert dus om nu bij de publiek omhoog te komen, maar het wordt gesaboteerd, hè. Hij had er eigenlijk al moeten zitten. Hij had al een jaar geleden op de buis moeten mogen zijn, maar het is nog steeds niet gebeurd. Maar ja, misschien gebeurt het al nooit, hè. Dus... Het is een soort lakmoesproef voor de integriteit van de overheid. Als Arnold Karskens met zijn omroep, hoort je ook weer, Ongehoord Nederland. Als hij niet mag komen, dan is dat gewoon een bewijs dat de overheid gewoon hartstikke, ja, fout is. Ja. Nou ja, je moet een bepaald gedachtegoed hanteren volgens, ja, mij tegenwoordig. En dat is in de hele maatschappij een beetje, ja, zo. En je moet, ja, niet te veel vragen stellen. Nee. Je moet eigenlijk geen eigen mening hebben. Nee, maar... Want daar heb je professionals voor nodig. Mijn vermoeden is dat links is eigenlijk doodgemaakt. Door het frame, het verspreiden dat alles wat tegen de overheid is, extreem rechts is. Hè? Ja. Dat wordt zo geframed. Kritiek is nu als... wordt nu geframed als extreem rechts. En daarom zijn mensen ook bang. Om kritiek op de overheid te hebben. Ja, want dan denk je dat, oh, misschien word ik dan wel extreem rechts gevonden. En dat is het allerergste wat je kan worden aangevreven. Ja, dat hoe kom je daar dan ook? Extreem rechts is net zoiets als wat je vroeger ketters had. Hè. Je mocht geen ketter zijn of weet ik wat. Hè. En dat is nu extreem rechts. Terwijl het natuurlijk helemaal niet rechts is. Hè. Extreem rechts is juist een beweging die nadenkt en kritiek op de overheid, ja, heeft. Ik weet niet of het echt extreem rechts is. Nou ja, ik weet niet, dat zeggen ze ook, want rechts of links, het heeft ook weer helemaal geen...